In West-Brabant bracht de watervloed onder andere groot onheil over het plaatsje Halsteren. Wij woonden op de Tolenseweg. 5 meisjes en 2 jongens. En er zijn er 2 van verdronken. En moeder zei tegen mij en mijn jongste zusje: ga naar de koeien, los te snijden, dan kennen ze eruit. Maar daar is niet van gekomen. En wat mijn zusje, die heb ik ook niet meer gezien. Die is niet in huis gebleven. En die is waarschijnlijk met mijn zus samen weggegaan. En ik weet nog goed, had het water, he, de achterdeur, die vloog open, he, en er kwam, ja, zwart water binnen. En toen sloeg de deur van de gang dicht. En mijn moeder zat nog in, was nog in de gang, want die was even een tas pakken, dat wat papieren zaten. En die sloeg dicht en die zat zo, he, dat het water niet meer. En ik moest trekken om voor mijn moeder, anders had ze ook verdronken. Toen zijn wij allemaal boven gegaan en hebben een hele nacht boven gezeten. En het water kwam hoe langer hoe hoger. En denk dat het 30 centimeter boven op de zolder stond. Hoor. En mijn moeder deed niks als bidden. Wij dachten allemaal, nou gaan wij er ook allemaal aan. Maar ik denk, ja, ons huis was wel stevig hoor. En zo hebben wij het eigenlijk overleefd en tegen de morgen het weer het licht. En toen zijn wij bij een oom en een tante zijn wij naartoe gegaan allemaal. Mijn vader die ging altijd zoeken. Ik heb daar nog zo'n papier van, waar dat op staat. Mijn vader zoekt zijn kinders. Ik en mijn moeder zouden we boterhammen gaan brengen, smaandags. Wij mochten eerst niet deur, want ze mochten geen van allen niet deur, die er niks mee te maken had. Maar wij zeiden, we gaan boterhammen brengen bij vader, ik en mijn moeder. En toen kwamen wij daar aan. We zagen ons vader, ik zag mijn vader staan in een bootje. Nog 2 andere mannen. Die wouden niet aan kant komen. Ik had zo'n voorgevoel van. Die politieagent zei: nee, dat is een ander iemand die daar in de boot. Nee. Ik weet het niet, ik had er net een voorgevoel van. Maar ze bleven daar maar in de water staan met dat bootje. En ik dacht: nee, ja. Wij bleven net zo lang wachten. Ja, toen moesten ze toch wel aan de kant komen met lijken. Toen kwamen ze met dat lijk. Ik trok die deken er al in. Ik heb gegild. Ja, ja. Mijn vader was toen 10 jaar ouder geworden, denk ik. Zie hem nog staan in dat bootje. Ja, vond ik heel... Dat vergeet ik nooit. Nee, nee. En dat was zo'n lieve meid, hè. Ja. Maar mijn andere zusje, die is heel laat gevonden. Ik weet nog goed dat die politieagent zei, ik zou het maar niet meer gaan kijken. Je moet ze maar denken zoals ze was.